In de nacht van 15 op 16 november vond een overval plaats op een transportbedrijf aan de Universiteitsweg in De Bilt. Dit transportbedrijf is gespecialiseerd in het vervoeren van waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons en juwelen, en is onderdeel van PostNL. Mogelijk waren er circa 5 medewerkers die nacht aanwezig tijdens de overval. Of de overvallers iets buiten hebben gemaakt is nog niet bekend. Vermoedelijk zijn er geen mensen gewond geraakt. De chauffeurs die in de vroege ochtend pakketten kwamen laden, zijn naar huis gestuurd. Dan werk ik hier s'nachts maandag 5. Ik mag naar huis. Dus, ik word gebeld wanneer ik welkom ben. De politie doet verder onderzoek.